Vanavond is hier de Ari Groeneveld lezing. En die lezing doen we al voor de elfde keer dat de Partij van de Arbeid in Houten deze organiseert. En is vernoemd naar Adi Groeneveld, prominent uh, lid van de Partij van de Arbeid in Houten. En uh, Adi was natuurlijk een groot voorvechter uh, en maatschappelijke strijder voor uh, een eerlijke verdeling van kennis, inkomen en macht. Dus al deze uh, lezingen staan allemaal in het kader van de sociaaldemocratie. En dat kan gaan over klimaat, dat kan gaan over wonen, dat kan gaan over gezondheidszorg. En vanavond uh, komen Cathy Piri, lid van de Tweede Kamer van de Partij van de Arbeid, en Bas Eickhout, uh, lid van het uh, Europese parlement voor GroenLinks. En ze komen praten over Europa en linkse samenwerking. Linkse samenwerking in Europa, maar ook linkse samenwerking uh, in de gemeente, op gemeentelijk en lokaal niveau en ook op, op provinciaal niveau in ons kabinet. Het belooft dus een hele boeiende avond te worden, want het is een heel actueel thema. We hebben hier uh, hopelijk een volle zaal en uh, ik hoop dat iedereen van hem gaat genieten en ook geïnspireerd naar huis gaat. Nou, het was ten eerste natuurlijk zeer eervol om de Arie Groeneveld lezing te mogen houden. Uh, iemand die natuurlijk enorme historie heeft als het gaat om de vakbondsbeweging. En ik mocht vandaag spreken over Europese samenwerking en over hoe we de krachten kunnen bundelen op, uh, op links. En die Europese samenwerking, dat maakt natuurlijk wel uit of dat Rechts- of Links Europa is. Dus waar Bas Eickhout van GroenLinks en ik vandaag over hebben gesproken, is vooral een Europa gebaseerd op waarden. Dus op het moment dat er corruptie is met geld, op het moment dat rechters naar huis worden gestuurd, bijvoorbeeld in een land als Hongarije, dat je dan die fondsen kan stopzetten. Op het moment dat er zoiets gebeurt als nu in Oekraïne, waarbij het belangrijk is dat je snel, stevig kunt reageren, dat het mooi zou zijn als we dat veto-recht, dus het recht van landen, één land van de 27 om iets tegen te houden, als we daar nou eindelijk een volgende stap in zouden zetten en gewoon per meerderheid. Besluiten nemen. We hebben hier bij elkaar gezeten en het ging over Europese samenwerking. Over eigenlijk de toekomst van, van een progressief Europa. Uh, we hebben het natuurlijk over de actualiteit gehad, over wat er gebeurt in Oekraïne op dit moment. Maar ook de uitdagingen van Europa, hoe kunnen we Europa sociaal en groen maken. En daarvoor hebben we het ook gehad over de samenwerking op links natuurlijk met Katy Perry. En uh, ja, het was eigenlijk een hele inspirerende avond. Het is mooi om, voor mij is het weer de eerste keer sinds nou ja, bijna anderhalf jaar... dat je weer een keer in een zaal bent met, met mensen en discussiëren over toekomst toekomst van Europa, de toekomst van links en uiteindelijk gewoon ook van hoe kunnen we deze wereld, maar ook gewoon Nederland en houten progressiever, mooier, socialer en groener maken. Maar het allerbelangrijkste is, denk ik dat we hebben aangegeven, dat een echt Europa dat beschermt, is een Europa waar de sociale rechten, bijvoorbeeld een Europees minimumloon, een goede arbeidsinspectie, fatsoenlijke arbeidsomstandigheden, maar ook... Een klimaatbeleid waarbij iedereen meeneemt, waarbij de rekening eerlijk wordt verdeeld, dat, dat twee ontzettend belangrijke voorwaarden zijn voor het Europa waar ik voor sta, waar de Partij van de Arbeid voor staat en wat we hoorden vanavond, waar ook GroenLinks voor staat. Ja, de essentie is natuurlijk dat uiteindelijk wil je. Willen wij de uitdagingen aangaan van tegenwoordig. En dat is toch uiteindelijk de klimaatcrisis bevechten? Hoe zorgen we ervoor dat wij ook in de toekomst goed kunnen leven? Maar hoe zorgen we er ook voor dat bij die aanpak van de klimaatcrisis dat eigenlijk de lasten eerlijk verdeeld worden? En dat we de ongelijkheid verkleinen. Nou ja, dat is toch de kern van progressieve politiek. Die zorgt voor een betere samenleving, een groenere samenleving, maar ook een eerlijkere samenleving. Ja, en dat laat toch eigenlijk wel mooi zien hoe die samenwerking van PvdA en GroenLinks tot tot ja, een wat mij betreft betere wereld kan leiden.